Hallo allemaal, welkom bij dit filmpje over de uitleg over cirkels. Ik heb gehoord dat hier heel veel moeite mee is, dat leerlingen dit heel lastig vinden. Ik ga dat proberen jullie uit te leggen. Dus kijk gewoon even lekker dit filmpje en ik hoop dat het dan een stuk duidelijker is. We gaan naar het eerste onderdeel over cirkels. Dit is hoofdstuk 5 trouwens van het VWO. Over cirkels gaat het volgens mij, even kijken. Ja, hoofdstuk 5 is cirkels, dus hier ga ik een uitleg over geven. En ik ga ook vertellen wat voor soort vragen je op het toets kan krijgen en wat je allemaal moet kunnen berekenen. Dus we gaan eerst beginnen met, wat is nou precies een cirkel? Nou, ik heb hier Paint tot mijn beschikking. Nou, hartstikke mooi. Zoals je hier ziet, kijk eerst maar even naar deze cirkel en deze. Kijk eerst maar even naar deze vergelijking. En die cirkel daarnaast links is de cirkel bij die vergelijking. Nou, hoe stel je nou zo'n ding op en wat heeft het nou met elkaar te maken? Die x min 4 tot de macht 2, dit betekent tot de macht. Tot de macht 2 plus y min 3 tot de macht 2 hoort daar nog te staan. Nou, klein foutje kan gebeuren. Hier hoort nog tot de macht 2 te staan. Is 25. Nou, die x min 4 die komt bij die 4 weg. Dit is het middelpunt van de cirkel. Dus dit punt ligt in het midden. Als dat bijvoorbeeld 4, 3 is, dan is het middelpunt x min 4 tot de macht 2 plus y min 3 tot de macht 2 is, en hier komen we straks op, dus met het middelpunt kun je eigenlijk het eerste deel van het linkerdeel van het is-teken van de vergelijking kun je al opschrijven. Maar wat nou als je denkt van, misschien is het wel een min-getal. Nou, dat heb ik hierboven even gedaan, dan kun je naar deze cirkel bekijken. Als je bijvoorbeeld het middelpunt min 6, 1 hebt, dan wordt het niet x min 6 tot de macht 2, maar x plus 6 tot de macht 2. Dus je moet zeg maar, het getal moet je zeg maar min maken, of het min-getal moet je plus maken. En dat wordt dan de vergelijking. Dus zo kan je een vergelijking opstellen. Wat is nou dit rechte deel van dat ding? Dat rechte deel, dat is eigenlijk r kwadraat. Zoals je ziet is hier de straal 5. En omdat hier r kwadraat moet staan, is er dus 5 in het kwadraat. En iedereen, ja, weet dat, hopelijk weet iedereen dat. 5 keer 5 is 25. 5 keer 5, nou, je snapt het. 5 keer 5 is 25. Dus 5 in het kwadraat is 25. Dus daarom moet hier 25 te staan. Mocht de straal nou, 13 zijn bijvoorbeeld, dan moet hier dus niet 25 staan, maar 169. Want dat is 13 in het kwadraat. En zo moet hier dus, de straal staan in het kwadraat. Maar mocht je nou alleen zo'n vergelijking hebben, ik zal dit gedoe even weer wegdoen. Mocht je nou alleen de vergelijking hebben, dus stel je voor je hebt dit en dit heb je niet, zeg maar. En je moet weten van, wat weet ik nou van deze cirkel? Nou, je kunt van deze cirkel dus het middelpunt opschrijven, dan moet je die dus niet min 4, maar het is dus 4. En niet min 3, maar het is 3. Dus dan weet je dat het middelpunt is 4, 3. En je kunt hier de straal opschrijven, want dit is het straal in kwadraat. Dus dan doe je gewoon 25, doe je gewoon wortel van 25. En dat is 5, dus dan heb je de straal. Want ja, je hebt hier het kwadraat en je moet het gewone getal hebben. Dus dan doe je het kwadraat, doe je een wortel. Dus je moet altijd de wortel van dit nemen en heb je de straal. Dus dan weet je dat de straal 5 is. Dus zo kun je de straal en kun je het middelpunt uit zo'n vergelijking halen. Maar, nou is er wel een kleine maar. Ik hoop jullie dit nu snappen. Wat er wel kan gebeuren, is dat je een kwadraat moet afsplitsen. Want soms krijg je namelijk dit op een toets. En dan denk je, hè? Maar zo kan ik toch het middelpunt niet aflezen? Wat is dit voor vreemde boel? Klopt. Met deze vergelijking moet je eigenlijk eerst een middelpuntsvergelijking, zo noem je dat, moet je dat eerst kunnen maken. En hoe doe je dat eigenlijk? In principe is het niet zo heel erg moeilijk. Die x-kwadraat en y-kwadraat is in principe heel simpel. Die doen we gewoon even een beetje weg. Of niet een beetje weg, maar die gaan we wel doen. Maar je begint met bijvoorbeeld x. Het is een beetje lastig uit te leggen, maar ik ga het proberen. Je hebt hier dit stukje, is eigenlijk die x-kwadraat. En die min 10x. Dat is dat stukje. Dus ik wil het even ook met kleurtjes aangeven. Die i min 12 in het kwadraat is die i plus 2 en die min 24i. Ik ga jullie zo zeggen hoe ik daarop ben gekomen. Die plus 6 die is gewoon hier, die plus 6 blijft gewoon staan. Daar doen we gewoon even helemaal niks mee. En die min 25 min 144 kan ik jullie ook nog uitleggen, want die staat dus een beetje los van dit ding, zeg maar. Ik ga jullie proberen uit te leggen hoe het in het boek is. Wat je eigenlijk moet doen, is je moet ervoor zorgen dat die x-kwadraat en die min 10x moeten in een... iets tussen haakjes in het kwadraat moet dat worden. Dus x moet je sowieso altijd doen, want x keer x is x kwadraat. Dus je hebt x min 5 keer x min 5. En wat gebeurt er nou? Als je x keer x doet, dan heb je x in het kwadraat. Min 5 keer x wordt min 5x, dan moet je die kant ook nog doen. Min 5 keer x, dan heb je min 10x. En dat staat er ook, min 10x. Maar je hebt nog min 5 keer min 5. Dat is 25. Dus daarom
moet daar min 25 aan de linkerkant. Het is misschien een beetje verwarrend, maar laten we gewoon even bezinken. Er moet dus min 25 aan de linkerkant. Er moet gewoon altijd min, dus wat hier uitkomt, moet altijd nog even min erbij. Dus hoe stel je nou zo'n ding op? Je hebt bijvoorbeeld x in het kwadraat en je hebt min 10x. Dan kijk je dus van, nou, hoe ga ik dat dan anders schrijven? Nou, hier doe je dan de helft van, die min 10. En heb je het eigenlijk al. Dus je doet x min 5 in het kwadraat. En dan hou je dat vanzelf over. Dus in principe kun je altijd de helft doen. Dan heb je hier ook weer. Kijk, i in het kwadraat min 24i. Dat is eigenlijk ook heel simpel. Dan doe je gewoon i en dan min 12. Want min 24 gedeeld 2 is min 12. Dus dan heb je i min 12 in het kwadraat. En dan moet je natuurlijk nog wel... Ik heb hier trouwens een foutje gemaakt, want ik dacht dat het min 144 was. Maar dat is natuurlijk niet zo. Want 24 in het kwadraat is... 24 keer 24 is... Nou ja, ik ben niet zo goed in hoofdrekenen. Maar reken maar uit, dus deze is fout. Dus dat is een foutje van mij, 144. Hopelijk hebben jullie dat ook gezien. Dus dit is een foutje. Dit moet gewoon 24 keer 24 zijn. En dan wel met een minteken ervoor natuurlijk. En dan plus 6 is vraagteken. En dan mieter je al die losse getallen, allemaal mieter je naar de rechterkant, zodat je een middelpuntsvergelijking overhoudt. Dus zo stel je een middelpuntsvergelijking op. Het is misschien een beetje lastig. Ik denk dit is... zo split je kwadraat en dan ga je zo naar een middelpuntsvergelijking. Ik denk dat dit redelijk lastig is voor de meeste leerlingen. Dus ik zou hier gewoon nog even naar kijken. En ik zou het gewoon even houden op van... Nou, stel je voor je hebt i in het kwadraat en min 24i. Dan moet je dus i en dan hier de helft van min 12 in het kwadraat. En dan moet je min 24 keer min 24. Dan moet je nog links plakken met een minnetje ervoor. Dus zo werkt het. En niet anders. Dus zo werkt kwadraat afsplitsen. Je hebt dus nu, je weet nu wat dit allemaal betekent, wat die middelpuntsvergelijking betekent. Je hebt dus hier heb je dus dit bepaalt het middelpunt. Dit is de straal, dit bepaalt de straal. Nou, dit is dan straal in kwadraat. En het middelpunt is 4, 3 hier. Ik hoop dat je het allemaal ziet. En hier is nog even een voorbeeldje. Als het met een min 6 erin is, dan kun je het ook gewoon doen. Dus ja, het is eigenlijk heel simpel. Van elk middelpunt kun je nu een cirkel maken. Als je het middelpunt en de straal weet, kun je een cirkel tekenen. En kun je een middelpuntsvergelijking opstellen. En als je zo'n middelpuntsvergelijking hebt, dan kun je als het goed is ook de cirkel tekenen. Dus als je dat kunt en je kunt het kwadraat afsplitsen, heb je dit gedeelte gewoon volledig voor je toets. Dus kijk er nog even goed naar. Bekijk dit stukje even overnieuw. En dan gaan we naar deel 2 van de cirkels. En dan gaan we de eerste vaardigheid gaan we doen. Dus ik zie jullie in deel 2. Doei doei! Oké, we zijn aangekomen bij de eerste vaardigheid. Wat je moet doen is, je moet kunnen berekenen, als je een lijn hebt en een cirkel zoals je hier ziet, moet je die snijpunten kunnen berekenen, dus wat de rode pijltjes aangeven. Maar die lijn kan natuurlijk ook gewoon tegen de cirkel aan liggen, dan heeft het maar één snijpunt. Maar dat moet je ook kunnen berekenen en dan moet je kunnen beredeneren. Wat je ook moet kunnen, wat ik straks ook ga doen, maar dat ga ik na deze dia doen. Als stel je voor, hier ligt een punt P op de cirkel. Dan moet jij kunnen opstellen wat die raaklijn is. Maar dat gaan we straks doen. Dat groene ding hier, dat moet jij kunnen opstellen. Dat gaan we straks doen, maar we gaan eerst even hiermee verder. Ik doe dit even live, dus ik heb het niet voorbereid, want het is een heel getype en gedoe. Ik kan het beter even schrijven, dat is beter. Want wat moet je doen? Stel je voor, dit is die cirkel, ja? Misschien klopt het niet helemaal, het plaatje, maar jullie snappen wat ik bedoel. Stel je voor, hier heb je deze cirkel. En die lijn, dat is dus die lijn. En er zijn twee snijpunten. Ik hoop dat het ook uitkomt. Ik denk het wel, want als het goed is heb ik één gekozen met twee snijpunten. Wat je moet doen, is stel je voor je wilt een cirkel snijden aan een lijn. Wat je dan altijd moet doen, is substitueren. Gewoon altijd, als je cirkel met een lijn moet snijden, moet je altijd gewoon substitueren. Dus, hoe ga je substitueren? Nou, je weet i is x plus 2. En hier staat een x in. Hier staat een i in. Maar die i wil eigenlijk weg hebben. Want dan heb je namelijk... allemaal x'en en dan kun je x berekenen. Dus wat ga je doen? Die i ga je invullen, of die x plus 2 ga je invullen in plaats van die i. Dus wat krijg je? Je krijgt x in het kwadraat plus x plus 2, want dat is dus i. I is x plus 2 in het kwadraat, is 20. En nu heb je vergelijking met alleen maar x'en. Dus als je die daar invult, dan kun je het snijpunt berekenen. Nu kun je de x-coördinaat namelijk berekenen. Dus dit gaan we even oplossen. We gaan het misschien niet heel exact oplossen, maar ik doe gewoon wat jullie moeten doen. En als je een rekenfoutje maakt, nou ja, dat is dan jouw probleem. Ja, ik doe alleen voor de theorie, dus ik maak ook rekenfoutjes. Maar goed, we doen... eerst de haakjes wegwerken lijkt me wel even handig. Dus dan is het x kwadraat plus 2x plus 2x is plus 4x. En plus 4
is 20. Ja, ik heb een heel slecht handschrift, zeker op de PC. Maar ik zeg ook wel even wat ik opschrijf. Je hebt dus x kwadraat plus x kwadraat plus 4x plus 4 is 20. Nou, dit is natuurlijk 2x kwadraat plus 4x is, of laten we maar zeggen, min 16 is 0. En nou heb je dus gewoon een 3-term. En met die 3-term kun je gewoon oplossen. Je kunt zeggen, ik doe alles gedeeld door 2, dan heb je dus x kwadraat plus 2x min 8 is 0. Waarom ik dat doe, dan kan ik namelijk, omdat ik hier een x kwadraat heb staan, niet een 2x kwadraat. Kijk, door die 2 mag ik hem niet, zeg maar, somproductregel doen. Dus zeg maar, de somproductregel betekent als je die min 8, even kijken, dan moet ik even nadenken hoor. 4 keer min 2, ja, min 8 is 4 keer min 2. En 4 min 2, dus als je plus elkaar doet, 4 plus min 2, dan komt dat 2 uit. Dus doe je het keer elkaar, moet het dit worden. En plus elkaar moet het 2 worden. Dus keer elkaar min 8, plus elkaar 2. Dus dan heb je x min 4. Of nee, foutje. Plus, oh, ik kan er gewoon een streepje bij noemen. X plus 4 in het kwadraat. X plus 4 is 0. Of x min 2 is 0. X min 2 is 0. Want min 2 keer 4 is min 8 en 4 min 2 is 2. Dus dat klopt. En dan kom je dus uit op x is min 4. Ik hoop dat je dit trouwens wel ziet, want dit is basiswiskunde. X is min 4 en x is 2. En dan heb je dus de x-coördinaten van deze puntjes. Dus je weet nu precies waar deze puntjes precies ongeveer hier liggen. Precies ongeveer, ja, heel logisch. Die liggen dus hier, die x. En dan weet je dus dat dit bij x is 2, x is min 4 ligt en dit is x bij 2. Dus dan weet je de x-coördinaat, maar je wilt het punt weten. Dus wat doe je dan? Je vult het of in de cirkel of in de lijn in. Lijkt me in de lijn vrij makkelijker. Dus je hebt hier i is de x plus 2. Dus i is x plus 2, dus min 4 plus 2. En de andere i-coördinaat is 2 plus 2. Dus die min 4 plus 2 is dus min 4 min 2. Wordt dat dan dat coördinaat? Want je hebt de x-coördinaat is min 4. De y-coördinaat is dus min 2. Dat heb je berekend. En min 2 plus 4 is min 2. Min 4 plus 2 is min 2. En die andere coördinaat wordt dan 2, 4. Dus dat zijn dus de punten. Dus dan weet je dat dit het punt. Nou, hij klopt niet helemaal qua tekening. Maar dit is dan het punt min 4, 2. En dat is dan het punt 2, 4. Dus zo kun je die punten berekenen. Gewoon substitueren, herleiden naar een driepuntsvergelijking. En desnoods doe je hier de ABC-formule als je het niet weet. Dus in principe kun je hiermee kun je de ABC-formule doen. En ik wil de ABC-formule misschien ook nog wel een keer. Maar goed, dus kijk maar gewoon een filmpje van de ABC-formule. Ja, dat gaat alleen om cirkels. Dus als je de ABC-formule kent, discriminant is b kwadraat min 4ac. Er komen zoveel dingen in het hoofdstuk terug. Daarom is het ook een hele lange video en is het vrij lastig. Maar hier kun je de ABC-formule berekenen. Kun je discriminant is b kwadraat min 4ac. En dan heb je min b plus wortel d gedeeld door 2a. En plus en min. Dus min b min wortel d gedeeld door 2a. En dan krijg je dus ook diezelfde x-waarde zou je dan krijgen. Maar dat is veel meer werk. Maar goed, dan krijg je dus dezelfde x-waarde. Soms kan het niet en dan moet je dus wel de ABC-formule doen. Nou ja, dan wens ik je veel succes, want het is bak veel werk. Dus dat was de ABC-formule. Zo kun je die twee punten berekenen. En dit punt, nou gewoon die punt, dat is gewoon precies hetzelfde. Maar dan zou je met dit gebeuren, zou je zeg maar gewoon één x-oplossing krijgen. Dus dan weet je van, oh, dan is het dus ook maar één snijpunt. Dus eigenlijk is deze gewoon exact hetzelfde als wat ik nu heb gedaan. Maar dan krijg je gewoon, doe je gewoon precies hetzelfde. Alleen dan krijg je in plaats van x is meer 4 en x is 2, krijg je bijvoorbeeld alleen x is 3. Nou, en dan kun je dat weer invullen en dan heb je bijvoorbeeld 3, 4. Nou, en dan weet je dat punt ook. Helemaal top. Dus zo kun je al die punten berekenen. Dus heb je al snijdende lijnen met cirkels, dan kun je die punten zo berekenen. Dus ik hoop dat dit duidelijk was. Dus als je een lijn met een cirkel moet, zeg maar, moet zeggen, nou, die punten, wanneer zijn die dingen gelijk, dan moet je gaan substitueren. Dus nou, dat is het eigenlijk. Substitueren, dat is de kern van dit stukje van de video. Gewoon substitueren als je een lijn en een cirkel hebt. Ik zie jullie bij het volgende stukje. Oké, nu even terug naar hetgene wat ik de vorige video zei, of vorige stukje van de video zei. Ik zei van, mocht je nou dit punt hebben, ja, hoe stel je dan een raaklijn tegen die cirkel? Hoe stel je die op?
Dat ga ik jullie nu haarfijn uitleggen. Nou, hoe zit het? Je hebt hier een cirkel met x² plus y² is 10. Dat is deze cirkel. En je hebt een punt P min 1, 3. De verhoudingen kloppen weer niet. Maar goed, ik heb maar gewoon iets gedaan. Het gaat om het idee. Het gaat om dat je het goed kunt berekenen en dat soort dingen. Oké, maar in ieder geval. Wat kun je meteen doen als je dit ziet? x² plus y² is 10. Nou, je weet de straal. Want het, ja, dat weet je. Dat is namelijk wortel 10. Dit is namelijk straal in kwadraat. Dus de straal is wortel 10. En je kunt het middelpunt ook berekenen, want hier staat verder niks, geen min, geen iets, hier ook geen min of iets, dus het middelpunt is 0, 0. En dan weet je dus dat dit het middelpunt is, en dat is namelijk 0, 0. Nou, wat wil je nou weten? Je wilt natuurlijk graag de helling weten van deze, van hoe steil moet die zijn? Moet die zo, of zo, of zo, of zo? Dat wil je graag weten. Nou, hoe kan je die helling nou berekenen? Nou, het is niet zo moeilijk, want je hebt namelijk... Deze lijn, ik ga hem iets lichter voor jullie tekenen, zodat je het even iets beter kunt begrijpen. Deze lijn staat loodrecht op... Oh, even een beetje dikker deze. Op deze lijn. En die oranje lijn is immers wat je wilt weten. Dus je moet eigenlijk Want loodrecht, ik ga je straks vertellen wat betekent loodrecht. Je moet dus eigenlijk de richtingscoëfficiënt van deze rode lijn moet je hebben. En die is niet zo moeilijk, want die kun je namelijk zomaar kun je die zien. Want je hebt namelijk, die gaat door twee punten. Die gaat door P en door M. Snap je? Dus het is niet helemaal verhouding, dit is ook niet helemaal loodrecht, maar ze zijn loodrecht. Als je daar maar gewoon vanuit gaat, dan komt het helemaal goed. Dus je moet dus je richtingscoëfficiënt opstellen tussen P en M. Nou, de richtingscoëfficiënt tussen een punt, dat is niet echt heel erg moeilijk. Dat is wel even een dingetje, dat moet je natuurlijk wel weer even weten. Er zijn zoveel dingen die je moet weten in deze video. Maar hoe doe je richtingscoëfficiënt? Je doet de i-toename. Nou, de i-toename is, laten we zeggen, de delta i moet je gedeeld door delta x doen. Dat is de richtingscoëfficiënt. Dus de i-toename gedeeld door de x-toename. I-toename is, laten we zeggen, min 3, of 3 naar 0 is min 3. En de x-toename is min 3 naar 1 is plus 1. Dus dat is dit. Is min 3. Dat is de richtingscoëfficiënt van de rode lijn. Maar je wilt die van de oranje lijn hebben. Je weet dat ze loodrecht op elkaar staan. Dan is het dus richtingscoëfficiënt 1 keer richtingscoëfficiënt 2 is min 1. Geldt elke keer voor een loodrechte lijn. En die richtingscoëfficiënt 1, die weet je, want die is min 3. En als je min 3 keer vraagteken is min 1 doet, wat moet daar dan uitkomen? Vraagteken is min 1 gedeeld door min 3. Is een derde. Dus je weet dat de richtingscoëfficiënt van die rode lijn, of van die oranje lijn, weet je dat die een derde is. Dus je kunt al opschrijven, de vergelijking van de raaklijn is i is een derde x plus b. Als ik een rekenfoutje maak, moet je het natuurlijk even in een reactie zetten, dat kan natuurlijk altijd, maar de manier waarop ik het doe, is natuurlijk de goede manier. Dus de ding is een derde x plus b. En dan wil je toch die b natuurlijk ook weten. Dan moet je even een punt invullen. Want ja, een punt betekent een x-coördinaat en y-coördinaat. Dan kun je b berekenen. Punt m heb je niet zoveel aan. Want dan gaat die lijn toch niet doorheen. Dus dat heeft geen zin, die punt m. Je moet die punt p moet je invullen. Dus nou, dan vul je die punt p in. Dat is 3 is een derde keer min 1 plus b. Een derde keer min 1 is min een derde. Dus 3 is min een derde plus b. Min een derde plus 3 een derde is 3. Dus wat doe je? Je schrijft de volledige vergelijking op, want je hebt b nu berekend. Ik ga wel even opschrijven. B is 3 een derde. Dus de volledige vergelijking is i is een derde x plus 3 een derde. Voilà, you have de vergelijking van de raaklijn. En dat was de opdracht. Dus zo stel je een vergelijking van de raaklijn op, jongens. Je berekent gewoon de helling van het punt van p tot m. Die helling dat... bepaal je van met het m1 keer m2 is min 1, de helling van de loodrechte lijn. En dan moet je er even de punten invullen en dan ben je klaar. Dus zo werkt het. Op naar het volgende onderdeel. Jongens, nou gaan we het beleven. Twee snijdende cirkels. Je hebt dus nu niet meer een cirkel en een lijn die elkaar in twee punten snijden. Maar je hebt nu twee snijdende cirkels. Wat vet lastig. Nou, op zich valt het best mee. Je hebt hier die twee formules van die twee snijdende cirkels. En die wil je dus gelijk aan elkaar stellen. Maar gelijk aan elkaar stellen, dit is teken is trouwens overbodig. Gelijk aan elkaar stellen, ja, dat is een beetje lastig. Want je hebt namelijk
Is 13 en is, dus moet je alles aan de linkerkant halen. Nee. Gelijk aan Excel werkt niet. Dus wat ga je doen? Elimineren. Want je hebt een stelsel van vergelijkingen. Dus je kunt elimineren. Als je dat geleerd hebt, ik hoop dat je dat geleerd hebt. Want wat je namelijk doet, is je trekt of pluseert de vergelijkingen van elkaar af of bij elkaar op. Ja, dat klonk een hele vreemde zin, maar dat maakt niet uit. Je snapt wat ik bedoel. Maar dat kan hier nog niet. Dat kan hier trouwens nu wel. Oké, nou Rip, dat kan nu wel. Maar soms kan het niet. Dus ik hoop dat je dat... Dit is geen video over elimineren. Maar goed, ik leg in deze video ook alles bijna uit van de wiskunde. Dus kan ik dat ook wel een beetje uitleggen. Soms dan heb je gewoon andere termen. Dan heb je bijvoorbeeld hier iets van x min 4 in het kwadraat plus x kwadraat. En je hebt 4 min x in... ik doe maar wat. Maar goed, je hebt allemaal dingen en het komt niet uit. Je kunt niet iets van elkaar aftrekken zodat er iets weggaat. Dat kan niet. Dan moet je dus eerst alles uitschrijven, zodat je uiteindelijk zoiets krijgt. Dus ja, helaas, maar dat moet wel. Nu heb je toevallig x kwadraat, maar je kan ook natuurlijk x min 4 in het kwadraat hebben. En als je dat bij x plus 6 in het kwadraat moet aftellen of optrekken... Ja, geen idee hoe ik dat moet doen. Dat kan gewoon niet, want dus dan moet je eerst alles haakjes wegwerken en dan alle termen onder elkaar zetten. Dus alle x kwadraat termen onder elkaar zetten, alle 4x termen onder 6x zetten en 7i zet je dan bijvoorbeeld onder 9i en dan kun je wel alles bij elkaar aftrekken. Dus zo werkt dat stukje, maar dat is even achtergrondinformatie. We gaan nu even kijken hoe we het gaan doen. Want hier kan het namelijk wel. Die x kwadraat valt namelijk, ja, min. We doen natuurlijk min, want dan valt er iets weg. Die x kwadraat valt met een e en die y kwadraat valt ook weg. Kijk, dat is mooi. Het zou natuurlijk niet erg zijn als er een y kwadraat of een x kwadraat overblijft. Geen probleem. Want, nou ja, met 1 kwadraat kun je natuurlijk wel gewoon oplossen. Alleen, in ieder geval moet er een of een x of een y term moet gewoon weg. Zodat je hem kunt oplossen. Nou, dat gaan we doen. Deze strepen hebben we weg. En wat houden we dan over? 13 min 4x plus 1. Zo is, heb je dus dit. Wacht. 0 is 13 min 4x plus 1. Laten we dit doen. Oké. Want hier natuurlijk 0. Want je moet natuurlijk allebei de kanten doen. 0 is, je moet er wel een is-teken in blijven staan. Want kijk, dit is een fout die veel gemaakt wordt. Ik maak hem ook bijna. Je hebt dus hier, heb je dus, dat is dit gedeelte. En dit gedeelte is dus dit gedeelte. Maar goed. Wat ga je nou doen? Die 4x plus 1 die ga je even naar de andere kant brengen. Ik hoop dat je dat ziet. Dus dan gaan we even... 13 is 4x plus 1. Dan gaan we verder oplossen. Dus dan heb je 4x is 12. Hupsakee. En dan heb je x is 3. Dan krijg je een coördinaat. En dan kun je het berekenen. Dus je krijgt maar één coördinaat. Dus dat betekent dus... wat betekent dat dus? Dat betekent dus... Dat moet je ook even weten natuurlijk. Dat er maar één snijpunt is. En dat de cirkels dus zo liggen. En heb je dus dat ene snijpunt heb je dus al berekend. Maar goed, dit was natuurlijk een makkelijk voorbeeld, want nu heb je meteen de x-coördinaat en zo kun je dat punt wel berekenen. Dus en dan vul je de x natuurlijk nog even in een van de cirkels en dan heb je de y-coördinaat heb je ook en dan heb je het coördinaat van dat punt. Maar, wat nou als je bijvoorbeeld als antwoord krijgt niet x is 3, maar soms krijg je als antwoord, dat zullen jullie ongetwijfeld als jullie de opgave aan het maken zijn, komen jullie daar gewoon bij. Ik ga niet weer een nieuw voorbeeld verzinnen, maar stel je voor je hebt geëlimineerd. En je krijgt als antwoord, i is 4x. Dat krijg je als antwoord. Dan denk je, ja, scheisse, wat moet ik hier nou mee? Maar, nu heb je dus een lijn gekregen. En je hebt de cirkel. Namelijk bijvoorbeeld die bovenste, x kwadraat plus... y kwadraat is 13. Dus je hebt nu in plaats van een twee cirkels elimineren, krijg je meteen het snijpunt, krijg je nu een lijn. En die lijn die moet je dan weer zien te snijden aan die cirkel. Snap je? Dus je kan een lijn krijgen, maar gewoon niet in paniek raken, want die lijn, nou, je hebt in ieder geval al een cirkelvergelijking omgetoverd tot een lijnvergelijking. En dit is letterlijk wat we al behandeld hebben, een cirkel en een lijn snijden. Dus wat ga je dan doen? Die twee ga je substitueren. Dan krijg je een coördinaat. En dat coördinaat... Kijk, trouwens, dat ga ik wel even vertellen. Dat is een heel handig trucje. Stel je voor, je krijgt als coördinaat x is 4. Waar vul je de x is 4 dan in om een y-coördinaat te krijgen? Dat vul je in
deze lijn. Want die is immers ook, ligt gewoon op de snijpunten. Dus je hebt hier zo, hoppakee, zo'n lijn. Kijk, dit is dus een geval waar het zo is, inderdaad. Je krijgt dus wat kreeg ik ook alweer? X is 3. Nou, dat heb je dus hier. X is 3. Deze lijn heb je. Maar soms liggen de cirkels gewoon anders. Ik wil je even een voorbeeld laten zien hoe ze dan liggen. Dan liggen ze iets van zo. En dan krijg je dus deze lijn. Dus dan los je dat op en dan krijg je deze lijn. Dus die lijn die ga je dan met een van die cirkels goed doen, zeg maar. En dan krijg je alsnog de snijpunten. En dan krijg je wel altijd snijpunten. En dus dan krijg je een x-coördinaat. Dan vul je, dat kan ik maar niet vaak genoeg zeggen, dat in de lijn in. En dan heb je dus het coördinaat. Dus zo kan je de coördinaten breken van twee snijdende cirkels. En wat betekent het nou dat er maar één oplossing is? Nou ja, dan liggen ze gewoon tegen elkaar aan. Heel simpel. Ik heb jullie ook een beetje uitgelegd. Als je bijvoorbeeld x is 3 krijgt, dan heb je dus zo'n geval. Dat de snijpunten boven elkaar liggen. En als je een lijn als oplossing krijgt, heb je dus zo'n geval. En die lijn moet je dan weer gelijkstellen met de cirkel. Dus dit zijn eigenlijk twee stapjes. Je moet eerst elimineren. En als je dan een lijn krijgt, moet je daarna nog een keer substitueren. Dus wat doe je als je twee snijdende cirkels hebt? Elimineren. Daarna substitueren. Dat zijn de twee dingen die je doet bij snijdende cirkels. Bij de snijdende lijn en een cirkel hoef je alleen maar te substitueren. Oké, ik hoop dat het een beetje duidelijk is wat je bij twee snijdende cirkels moet doen. Gewoon elimineren, substitueren en op een gegeven moment dan kom je op een goed antwoord uit, hoop ik. Natuurlijk zijn hier heel veel rekenfoutjes in te maken, dus rip toets. Maar in ieder geval, je snapt het wel, hoop ik. Ik ga gewoon door naar het volgende onderdeel, want het wordt ook nog een lastig dingetje. Het is niet het laatste onderdeel, nog lang nog niet. Maar goed, we gaan naar het volgende onderdeel. Oké, wat gaat er nu gebeuren? Wat hebben we geleerd? Dat als hier een punt P ligt, hoe je dan die... je weet dat het middelpunt is, dan weet je van... Oh, ik kan de raaklijn opstellen. Oh, kijk, dat is mooi. Ik kan die raaklijn opstellen met het loodlijnen richtingscoëfficiënt van deze lijn. En dan kan ik een mooie raaklijn opstellen. Maar nee, helaas, dat punt P, dat is heel, heel mooi. Mooi puntje P, alleen die ligt helaas nu niet op de cirkel, die punt P. Nee. Want punt P die is weer zo vervelend om er buiten te liggen. Oh, en dat scheelt je zoveel rekenwerk. Want dit was een hele lange rekending. Ik ga ook niet alles oplossen met berekening. Ik ga je alleen vertellen hoe je het moet doen. Want anders ben je eeuwen bezig en die kan je heel veel rekenfoutje maken. Wat wil je nu weten? Je wilt de vergelijkingen van deze raaklijnen hebben. Vanaf punt P aan cirkel van M. Oké. Nou, dat ga ik jullie stap voor stap uitleggen. Je hebt... Dit is echt een heel lastig stukje. Echt, je moet goed opletten blijven. Ik ga je bijvoorbeeld uitleggen van... dit is x kwadraat plus y kwadraat is 20. En dit is... even kijken, die punt P, die noemen we min 6, 2. Nou, wat moet je nou gaan doen? Je wilt graag... Hier ligt dus het middelpunt. Dat is ook heel belangrijk, dat middelpunt. Want wat wil je graag weten? Deze snijpunten wil je weten. Oké, dan gaan we die snijpunten even zo markeren. Die snijpunten wil je weten. Wat wil je dan allereerst weten? Nou, je wilt graag een nieuwe cirkel maken. Ja, dat klinkt eerst heel raar. Maar je wilt een cirkel maken. Als je dat gewoon even onthoudt. Een cirkel door punt P... dit is meer een ovaal, hè? Maar goed, jullie snappen mijn idee. Je moet een cirkel maken door punt P en door die twee punten. Die cirkel wil je graag maken. Dus wat ga je doen? Dat is lastig. Maar ik ga het jullie proberen uit te leggen. Wat ga je eerst doen? Je wilt eerst een afstand hebben. Ik weet het even niet meer. Jongens, zo zie je maar hoe moeilijk onderwerp dit is. Ik moest even kijken hoe het ook alweer ging. Maar nu weet ik het gelukkig weer. Wat wil je weten? Je wilt een nieuwe cirkel opstellen. Want als je die cirkel namelijk gelijk stelt aan deze cirkel. Dus stel je voor, dit noemen we even cirkel 1, dit cirkel 2. Je stelt cirkel 1 gelijk aan jouw cirkel 2 die we nog gaan opstellen. Dan krijg je dus die twee punten. Want je hebt nu namelijk nog helemaal niks. Je hebt een punt en je weet nog niks. Dus je moet eigenlijk een cirkel opstellen. Als middelpunt P. Dat heb ik ook verkeerd getekend. Die cirkel die moet dus met als middelpunt P hebben en door die twee punten gaan. Want dan kun je namelijk die cirkel gelijkstellen aan die cirkel. Waarom moet je door punt P gaan? Dan heb je namelijk het middenpunt heb je al.
Dus van deze cirkel weet je al dat het middelpunt, dat is min 6, 2. Dat weet je al. Dat kun je gewoon letterlijk aflezen. Dus dat is namelijk het handige om een cirkel uit dit punt te maken. Want dan weet je dus het middelpunt, weet je al. Dan hoef je alleen nog maar de straal te weten. En dan kun je die cirkelvergelijking opstellen. En als je die dan gelijk stelt aan die cirkel 1, dan krijg je die twee punten. Dus, hoe doe je dat? Je wilt die afstand wil je weten. Want dit is namelijk de straal vanaf punt P tot en met dat snijpunt. Want hij gaat door het snijpunt heen. Dus die straal die is gelijk aan vanaf het middelpunt naar het uiteinde. Dus tot dit snijpunt. Dus die afstand wil je weten. Nou, hoe de frik breek je die afstand? Als je goed kijkt, zie je hier een driehoekje. Wat heb je namelijk? Je wilt de stelling van Pythagoras gebruiken. Je hebt namelijk deze afstand heb je. En deze afstand heb je ook. Dat zijn de twee afstanden die je hebt. En met die twee afstanden kun je die straal berekenen. Wat zijn die twee afstanden? Nou, de eerste is vanaf punt M tot punt P. Dat is een afstand. Dat is die lijn. Nou, vanaf punt M tot punt P is niet zo moeilijk. Want als je dan bijvoorbeeld 3, 4 hebt bijvoorbeeld. En je hebt min 6, 3. Dat zijn bijvoorbeeld de punten. Ik heb geen idee of dit klopt. Ik heb gewoon twee random punten opgeschreven. Stel je voor, dit is het middelpunt van die cirkel. Nou, dit dus. En je hebt dus punt P. Nou, hoe breek je een afstand tussen twee punten? Dat is niet zo moeilijk. Je doet de wortel van x1 min x2, dus x1 is deze x en x2 is die x in het kwadraat, plus i1 min i2 in het kwadraat. Dus dat is eigenlijk letterlijk hoe je het berekent. Of was dit een plus? Nou ja, zoek het maar even na. In ieder geval, er is een algemene formule om de afstand te berekenen tussen twee punten. Je kunt ook de stelling van Pythagoras gewoon toevoegen, hier ook toepassen. Maar dat lijkt me niet handig, want dan moet je twee keer de stelling van Pythagoras doen. Dat is gewoon, nou ja, het kan, het mag, maar ik doe het op deze manier. Dus je vult alles in en, of moet het plus? Nee, wel min. Klopt. Dit is gewoon klopt wat ik heb opgeschreven. Dus dan vul je alles in en heb je op een gegeven moment die afstand. Dus je hebt twee punten, dit vul je allemaal in. En je hebt een afstand. Dus dan weet je deze afstand, die weet je. Die andere afstand weet je ook. Want dat is namelijk de straal van die cirkel die je al hebt. En dat is namelijk x plus y kwadraat is 20. En die straal is naar naam wortel 20. Dus je weet dat deze afstand weet je ook. Dus wortel 20. Tadaa! Twee afstanden. Die derde afstand wil je weten. Stelling van Pythagoras is your friend. Dus, nou, die stelling van Pythagoras die kun je gewoon toepassen. En dan, nou, laten we ook maar even weer zien in deze video. We laten zoveel zien. Dus je hebt één afstand is, nou, ik heb dit niet berekend. Maar stel voor dat is 40 of zo, of 20, of geen idee. Nou, 20. En dat is dan geen lange zijde, dat is een korte zijde. En, want de lange zijde die wil je berekenen. Die andere korte zijde is wortel 20. Dus je hebt wortel 20 en 20. Wortel 20 in het kwadraat wordt 20. 20 in het kwadraat is 400. Ik weet niet hoe jij de stelling van Pythagoras doet, maar ik doe dat zo. En dan 420 plus elkaar. En dan dus wortel 420. Dus de afstand is wortel 420. Dus je weet dat deze afstand wortel 420 is. Tada! Je weet de straal van de cirkel die je moet maken. Je weet het middelpunt van de cirkel die je moet maken. Dus, zoals jullie al geleerd hebben, kan je dan gewoon een middelpuntsvergelijking opstellen. Dus dat is x plus 6 in het kwadraat plus i min 2 in het kwadraat. Is de straal in kwadraat is 420. Want het is wortel 24 keer wortel 24 is 24. Dus dan heb je hier een nieuwe vergelijking van de cirkel gemaakt. Dus dat moet je gewoon eerst doen. Je moet eerst een nieuwe vergelijking van de cirkel maken. Dat is even lastig. Daar moet je even een paar keer naar kijken. Want het is echt bokken lastig. Je moet namelijk je moet een driehoekje kunnen zien. Je moet afstand tussen de snijpunt en het punt P. Die moet je willen weten. En dat moet je dus doen met die straal van dat snijpunt tot het middelpunt M van die oude cirkel. En middelpunt M tot en met punt P. Die afstand moet je berekenen. En die straal heb je dus. Die afstand heb je dus. Tada! Je kunt die afstand kun je van het snijpunt tot punt P kun je berekenen. En heb je een nieuwe cirkel. Nou, hartstikke mooi. Heb je een nieuwe cirkel. Hartstikke mooi. Dan gaan we dus naar x plus z. Je hebt twee cirkelvergelijkingen. Nou, hoe deden we dat ook alweer? Twee cirkelvergelijkingen. Kijk een stukje van het filmpje terug. Want dat heb ik letterlijk uitgelegd. Je gaat substitueren. En je gaat... Oh, sorry. Nee, foutje. Je gaat elimineren, bedoel ik.
En als het dan nog moet, als je dan een lijnvergelijking krijgt, doe je nog substitueren. En dan krijg je twee snijpunten. Dus dan krijg je bijvoorbeeld 4-1 en je krijgt 3-1 bijvoorbeeld. Hier kan heel veel rekenfoutjes in zitten, maar goed, je krijgt twee snijpunten. En je wilt de raaklijn bepalen vanaf punt P daarheen. Dus je moet dat, als je het snijpunt weet en punt P, dan kun je gewoon de raaklijn tussen dat snijpunt en punt P. Dus je hebt punt P is min 6, 2. Voilà. En hier is min 6, 2 ook. Dus dan bereken je vanaf het punt vanaf het eerste snijpunt tot en met het tweede snijpunt, bereken je dan de raaklijn. Dan krijg je dus I is dan bijvoorbeeld 4x. Want je kunt namelijk weer die delta x gedeeld door delta y toepassen. Daarmee kun je de helling van dat ding berekenen. En dan heb je dus i is 4x plus b. En dan vul je een van die twee klerenpunten vul je in. En dan heb je b berekend. En dan heb je dus de eerste raaklijn. Bij het tweede punt doe je gewoon precies hetzelfde. Je doet vanaf met twee punten. Dat heb ik trouwens ook al laten zien. Kun je ook weer een i is een getal x plus b doen. Dat een getal, dat is dus delta x gedeeld door i, want zo kun je de helling berekenen. En dan kun je dat weer in zo'n punt, in een van die twee punten invullen. En dan heb je dus de tweede raaklijn. Zo breek je de raaklijn, jongens, van een punt die buiten de cirkel ligt. Je stelt dus een vergelijking van een nieuwe cirkel met middelpunt P, stel je dat in. En die moet je ervoor zorgen dat die snijdt met die andere cirkel in die twee punten. En als je die twee punten hebt, dan kun je met punt P en die twee punten, kun je dan een raaklijn vergelijking opstellen. Zo, dit was niet gemakkelijk, maar ik hoop dat het wel een beetje duidelijk is. Dit is het lastigste stukje van de paragraaf. We krijgen hierna nog twee vaardigheden, alleen vaardigheden die horen bij dit hoofdstuk. Alleen dat is iets makkelijker, denk ik persoonlijk. Het laatste hoofdstuk, laatste paragraaf vind ik wel lastig. Ik hoop dat ik dat nog, want dat vind ik echt lastig om te begrijpen. Maar dat ga ik jullie straks allemaal uitleggen. Ga ik naar de volgende vaardigheid. Dus ik zie jullie zo terug. Oké, we zijn bij het stukje afstanden aangekomen. Hoe bereken je nou de afstand van een punt tot een cirkel? Van een punt tot een cirkel. Van een punt tot een cirkel. Of een afstand tussen twee cirkels die elkaar niet, of nou ja, twee cirkels die uit elkaar liggen, dus die helemaal los van elkaar staan. Straks komen we trouwens bij een volgende situatie, of bij de laatste situatie aan. Dat is dat de cirkel er zo in ligt. Maar dat is straks even, want het is vrij ingewikkeld. Dit zijn namelijk de makkelijkste dingen. Stel je voor, je hebt hier een punt P. Nou, laten we beginnen met het makkelijkste punt P die op de cirkel ligt. Nou, je raadt het al. Hey, de afstand is nul. Ja, wat leuk, want het ding ligt erop, dus de afstand is nul. Klaar, dan ben je meteen klaar. Maar wat nou als de punt P bijvoorbeeld buiten de cirkel ligt? Nou, je hebt namelijk, dit kun je verdelen in twee stukjes. Je hebt dit stukje, dat is de afstand die je moet weten. En dan heb je nog een stukje tot het middelpunt. Maar jij kunt de afstand van M tot P kun jij berekenen, want de afstand tussen twee punten. Als je dat niet weet, dan moet je de film maar even terugkijken, wat heb ik verteld. Dus je hebt dit punt weet je, om even aan te geven dat je deze weet, en deze weet je ook. Dus dan kun je de afstand berekenen en dan heb je dus die volledige afstand, die heb je. Ja, maar je wilt die rode afstand wil je weten. Dus eigenlijk moet dat gele stuk er nog af. Maar wat is dat gele stuk? Juist hem, dat is de straal. Dus wat ga je doen als je de afstand van een punt weet, of van een punt wil weten die buiten de cirkel ligt? Dan doe je gewoon letterlijk de afstand vanaf M tot P. Die afstand bereken je en dan haal je de straal vanaf die straal. En dan heb je dat, en dan heb je de goede afstand. Dus nou, zo bereken je dat. Dus nou, dat is als een punt buiten de cirkel ligt. Wat als een punt in de cirkel ligt? Nou, dat is eigenlijk helemaal niet zo heel moeilijk. Ik heb hem hier voor me liggen. Ik moet natuurlijk ook even, ik moet ook even nadenken, want het is redelijk lastig. Dan is het ook de afstand van, even kijken. Deze afstand wil je weten. Ja, wacht, je moet gewoon opschrijven wat wil je weten. Dus stel je voor deze afstand wil je weten. Ik doe het wel even met rood. En met groen laat ik zien welke afstand je al weet, zeg maar. Of nee, ja, in principe groen weet je al. Dit is namelijk de straal. Dus, als je straal weet, dan moet eigenlijk alleen nog dit stukje eraf. Kijk, want je weet de straal en je wilt het rode gedeelte weten. Dus het blauwe stukje moet er eigenlijk nog af. En dat is afstand van P tot M. Dus wat ga je doen? Je weet de straal van de cirkel, dus dat hele groene gedeelte. En daar wil je nog wat vanaf hebben. Dan wil je nog namelijk de afstand van P tot M wil je daar vanaf hebben. Dus dan bereken je de afstand van P tot M en je kijkt even wat de straal is. Nou, je krijgt waarschijnlijk de vergelijking, dus dan weet je ook wat de straal is. Die weet je, dus de straal weet je, en dan doe je de afstand, dan kun je even berekenen, die trek je er vanaf.
En nou, dan krijg je dat gedeelte wat je nog moet, dus dat rode stukje. Dus zo werkt dat. Dus zo werkt het allemaal met punten en cirkels. Je moet gewoon even kijken van, nou, hoe bereken ik het, wat weet ik, en zo kan ik de afstand berekenen. Wat nou als je de afstand van twee cirkels hebt? Nou, sowieso, elke cirkel heeft een middelpunt. Dus hier heb je zeg maar twee middelpunten. En je wilt deze afstand wil je berekenen. Nou, welke afstand weet je van dat punt tot dat punt? Die afstand weet je. Maar dan moeten er eigenlijk nog twee dingen vanaf. Want je wilt alleen dit stukje hebben. Dus dit stuk moet er nog vanaf en dat stuk moet er nog vanaf. Hey, dat zijn deze twee stukjes. En dat zijn de stralen van de beide cirkels. Dus wat doe jij als je een cirkel met blabla vergelijking dit, blabla vergelijking dat. Dus je weet de middelpunten. Dan ga je dus eerst het afstand van het middelpunt 1 tot het middelpunt 2. Die afstand ga je berekenen. Nou, daar komt bijvoorbeeld 10 uit. En dan moet er nog dan de straal 1 vanaf. En dan moet straal 2 ook nog vanaf. En die stralen kun je ook weer berekenen als je de middelpuntvergelijking weet. Dus zo kun je dat berekenen. Dus je moet eigenlijk goed even kijken van wat moet er nog vanaf. Je moet kijken van wat weet ik. Wat sowieso weet ik. Dat is vanaf dit punt, dat weet ik. Maar dit stuk moet er nog vanaf en dit stuk moet er ook nog vanaf. En dan wat is dat stuk dan? Dat zijn de twee stralen. Dus dan weet je deze afstand, weet je, die bereken je. En doe je dan twee stralen, doe je vanaf. En dan heb je deze mooie afstand. Zo werkt het. We gaan even naar het laatste stukje, want dat is nog even wat lastiger. Als een cirkel, zeg maar, in een cirkel ligt. Dat ga ik jullie nu uitleggen. Oké, je ziet hier twee cirkels. Eentje ligt erin en eentje ligt erbuiten. Die M is het middelpunt van de grootste cirkel. Daar heb ik ook even twee stralen in getekend om het even wat duidelijker te maken. En N is het middelpunt van die kleine cirkel. En je wilt deze afstand wil je weten, deze afstand. Nou, wat weet je sowieso? Je weet vanaf dit allermiddelste punt van die hele grote cirkel tot en met de buitenkant. Dat is natuurlijk deze straal van deze cirkel. Dus die weet je, die straal. Maar dan moeten er nog wel twee dingen vanaf. Dat is namelijk dit gedeelte. Wacht even hoor, ik ga het even met een andere kleur doen. Dit gedeelte moet er nog vanaf. Want je wilt namelijk alleen dit stukje weten. En dit gedeelte moet er nog vanaf. Dus je weet zeg maar, dit gedeelte weet je. En dan moeten deze twee, de één moet er nog vanaf. En dat tweede stukje moet er ook nog vanaf. En dan krijg je dit mooi over. En dat wil je. Maar hoe moet je 1 en 2 er vanaf trekken? Nou, 1 is niet zo moeilijk. Dat is namelijk de afstand tussen M en N. Tussen het ene middelpunt en het andere middelpunt. Dus het afstand van M en N, zoiets. Dat bereken je, want je hebt de twee punten, dus dan kun je de afstand berekenen met die formule, met die wortel x1 min x2, weet je nog wel, die formule die ik zei, dan kun je afstand berekenen. En, maar je moet er nog eens vanaf trekken, van N tot de buitenkant van die cirkel. En N was het middelpunt van die cirkel. Dus wat is dat? Yo, dat is de straal van die kleine cirkel. Dus wat doe je als je de afstand, die kleine afstand wil weten? Dan doe je de straal van de grote cirkel, dus deze R, deze, daar trek je MN trek je daar vanaf. En wat doe je dan nog meer vanaf? Daar doe je nog meer vanaf, dan doe je R van de kleine cirkel, R kleine cirkel. Dus je doet R grote cirkel, daar doe je de afstand tussen M en N, tussen de twee middelpunten doe je daar vanaf. En dan doe je R kleine cirkel, doe je daar ook vanaf. En dan krijg je dat mooie stukje krijg je over. Dus wat doe je dan? Je berekent die R van die grote cirkel, je berekent de afstand, je berekent de R van de kleine cirkel. Of die schrijf je op, whatever. En die trek je van elkaar af en dan heb je die afstand. Hey, yes, die afstand hebben we. Ik kan het wel allemaal gaan doen en rekenen. Maar als je het principe snapt, dan is het gewoon letterlijk nog uitvoeren. En letterlijk nog, als je je middelpuntvergelijking hebt, dan kun je gewoon letterlijk die straal kun je opschrijven. En dat is allemaal niet het probleem. Dus ik denk dat het gewoon even puur is, hoe moet je dit berekenen? Dat doe je dus zo. Je moet gewoon kijken, je moet gewoon goed redeneren. En ja, dat was dit gedeelte. Dus we hebben nog een paar gedeelten. Oké, de afstand van een lijn tot een cirkel. Hoe ga je dat doen? Nou, dat gaan we even laten zien. Wat wil je graag weten? Nou, het middelpunt ligt hier. Dat klopt niet helemaal, maar dat boeit me geen fuck. Oké, in ieder geval, ik bedoel, het boeit me niet, bedoel ik. Het boeit me niet. Nou, en wat wil je dus eigenlijk weten? Je wilt eigenlijk deze Je wilt deze hele afstand weten eigenlijk. Tot dit punt. Want, dan is het niet zo moeilijk meer. Want dan kun je namelijk letterlijk dit stuk kun je dan vanaf trekken, dit groene stuk. En dat is namelijk de straal van deze cirkel die je weet. Dus die straal weet je. Dus eigenlijk wil je afstand van punt M tot dit punt weten. Het snijpunt van
Ja, wat eigenlijk? Dat is redelijk lastig. Hoe doe je dat? Nou, dat punt wil je berekenen. Wat ga je doen? Je stelt een loodlijn in, want je wilt uiteindelijk naar het punt M. Dus je maakt een loodlijn van deze lijn. Stel je voor de ijs 4x plus, is min 4x plus 10, weet ik veel. Min 4x plus 10. Dan kun je met de stelling M1 keer M2 is min 1, kun je een loodlijn opstellen. Nou, hoe doe je dat? Nou, dat heb ik al laten zien. Dus dan heb je als loodlijn, heb je bijvoorbeeld, I is een vierde x plus 4. Een hele random, het klopt voor geen kant, maar dat maakt niet uit. Je hebt een loodlijn dus gekregen. Dus je hebt die vergelijking van die loodlijn. Hoe breek je dan dat snijpunt? Nou, dan moet je die twee lijnen met elkaar laten snijden. Dus deze twee lijnen ga je met elkaar snijden. En voilà, je hebt een x-coördinaat van dit punt. Vul je even in een van die twee lijnen en dan heb je dus het x en het y-coördinaat. Dus bijvoorbeeld 4, 8 heb je dan gekregen. Dus voilà, je hebt dit punt 4, 8 berekend. En dat is niet zo moeilijk meer. Want de afstand tussen m kun je natuurlijk weten, want je hebt de vergelijking van deze cirkel. Dus middelpunt schrijf je gewoon op. Mocht dat 0, 0 zijn, schrijf je 0, 0, 0, 0 op. En dan kun je de afstand van een punt tot een punt berekenen. Dat weet je hoe dat moet. Dus je berekent uiteindelijk nadat je, zeg maar, loodlijn heb opgesteld en die twee aan elkaar gelijk, dit snijpunt berekend hebt, dan kun je zeg maar deze afstand berekenen. De oranje afstand. En wat doe je dan? Dan trek je de straal van deze cirkel trek je vanaf en dan hou je het goede afstand hou je over. Dus wat doe je? Je trekt deze straal trek je er vanaf, want dan hou je dit stukje over. En dan heb je het goede afstand. Dus je stelt de loodlijn op. Nou, dan krijg je een punt. Dan kun je de afstand van die twee punten berekenen. En dan denk je van, ah, verrek, dat is nog wat te veel. Dus dan haal je die straal er even vanaf. Dus het is eigenlijk de afstand van m tussen het snijpunt wat je gecreëerd hebt, min de straal van de eerste cirkel in de opgave. Dus dat is eigenlijk hoe je de afstand van een lijn tussen een cirkel moet berekenen. Kijk het even overnieuw als je het niet snapt. Het is een bakkelange video, ik weet het. Maar het is een lastig onderwerp. We gaan naar het laatste gedeelte van dit hoofdstuk. Jongens, nog even één kleine toevoeging. Mocht er een lijn iets van zo liggen, dan is de afstand altijd 0. Want het is namelijk de kortste afstand tot de cirkel en dat is hier gewoon 0. Dus die afstand is 0, oké? Ik hoop dat ik dit goed vertel, want dit weet ik niet 100% zeker. Maar als het goed is als de lijn in de cirkel ligt, is de afstand 0. Als de lijn tegen de cirkel aan ligt, is de afstand ook 0. Dus dan is de afstand gewoon 0. En die kortste afstand is hier 0. Dus, nou ja, dat wilde ik er even zeggen. Ik hoop dat het correct is. Geen 100% zeker. Dus zet in de reacties als je dat weet of dat correct is of niet. Oké, we komen bij een heel lastig onderdeel nu. Dit is de ongeschreven cirkel. Het is behoorlijk lastig. Ik ga het jullie een beetje proberen uit te leggen. Ik ga het jullie gewoon proberen uit te leggen. Je hebt hier drie punten. A, C en B. A, B en C. En wat je nou wil doen, is je wil een cirkel maken. Of een vergelijking van een cirkel maken die zeg maar door de drie punten gaat zo. Deze cirkel, die wil je maken. Nou, hoe moet je dat doen? Je moet eerst het middelpunt zien te bepalen. Hoe bepaal je nou dit middelpunt van die cirkel? Nou, dat heb ik hier al een beetje allemaal uitgeschreven. Maar ik ga het je natuurlijk vertellen, want anders snap je niks van. Je moet de loodlijnen pakken van punt C naar punt B. Of van punt A naar punt B. Je moet er in ieder geval twee pakken. Twee loodlijnen moet je maken van een punt naar een punt. En die loodlijn moet je dan door het midden van die twee punten zien te halen. En die twee loodlijnen moet je zien te snijden. En dan heb je dat punt. Het gaat natuurlijk even heel snel. Ik ga het jullie even rustig uitleggen. Nou, we beginnen met de makkelijke. Deze twee liggen gewoon. Nou, we doen gewoon beide manieren. Hier liggen de punten verschillend van elkaar. En hier liggen ze op dezelfde x-hoogte. Of dezelfde y-hoogte. Allebei min 2. Dus wat is dan de vergelijking van de loodlijn? Dat is x is 2. Ik hoop dat je dat ziet. Want hij gaat namelijk door het midden. En dat ligt bij x is 2 hier. Hier ligt x is 2. Dus dan is die lijn automatisch gewoon x is 2. Dat is heel makkelijk. Je moet het gewoon logisch redeneren bij zulke soort dingen. Ik ga straks een voorbeeld laten zien als je het niet logisch kan redeneren. Maar als soms kan je het gewoon logisch redeneren, ligt het op dezelfde hoogte. In het midden ligt bij x is 3, x is 2. Dus is de loodlijn x is 2. Dus dit is zeg maar gewoon de vergelijking x is 2, deze loodlijn. Die ligt loodrecht op punt A. Die ligt loodrecht op de lijn van punt A naar punt B. En daar in het midden staat hij loodrecht op. Oké, dus die was niet zo moeilijk. Maar als je nou punt C, we gaan nu punt C en B pakken, ja? Je hebt twee rendepunten en dan moet je een loodlijn zien op te stellen door het middelpunt. Nou, sowieso, wat is de richtingscoëfficiënt? Want dat is heel belangrijk.
Die richtingscoëfficiënt die is 2. Want je doet de toename van de x, of de toename van de y gedeeld door de toename van de x, en dan heb je de richtingscoëfficiënt. Gewoon simpel een richtingscoëfficiënt berekenen tussen twee punten. Als je die richtingscoëfficiënt hebt, dan kun je daarna de richtingscoëfficiënt van de loadline berekenen. En dat doe je met die vergelijking van m1 keer m2 is min 1. Die gebruik je daar en zo kan je dus de richtingscoëfficiënt van de loadline berekenen. Die komt op een half uit. Dus je hebt de richtingscoëfficiënt is min 2 en van de loadline is een half. Dus je kan al zeggen dat de loadline i is een half x plus b. Dat kan je al zeggen. En hij moet door het midden gaan, werd ook nog gezegd. Want hij moet door het midden en het moet een loadline zijn. Dus je berekent gewoon even het midden van deze twee punten. Nou, dat is heel simpel. Je neemt het midden van 3 en 5, dat is 4. En je neemt het midden van 2 en min 2, dat is 0. Dus het midden is min 4, 0. Zo bereken je dus het midden van twee punten. Heel simpel, gewoon niet te moeilijk denken. Gewoon het midden van die twee pakken, het midden van die twee pakken. Of het gemiddelde, kan je ook zeggen. En dan, gemiddelde, klopt dat? 3 plus 5 is 7, of is 8... En gedeelde 2, ja, is 4. Dus dat klopt. Dan kun je gewoon het gemiddelde van die x-waardes pakken. Gemiddelde van de y-waardes. Dus je kunt ook zeggen, gemiddelde van de x-waardes gedeeld door de gemiddelde y-waardes is het midden. Zo kun je het midden berekenen. Dus het midden heb je 4, 0. Dus je hebt een punt. Je hebt een i is een half x plus b. Dus dan vul je dat punt vul je daarin. En dan kom je op een vergelijking uit van de loadline. En dat is i is een half x min 2. En nou zouden we denken, nou, hoe kom je dan bij het snijpunt? Nou, niet zo moeilijk. Ik bedoel, je hebt nu twee vergelijkingen van loadlijnen. En die kun je hier, zoals ik hier in het rood heb laten zien, kun je die aan elkaar gelijkstellen. Dus je hebt i is 1 min 2 is min 1. Dus 2 min 1 is een snijpunt. Het gaat misschien een beetje snel. Alleen ik heb gewoon letterlijk die x is 2, heb ik gewoon letterlijk hier ingevuld. Dus i is een half keer 2 is 1 min 2. Dus i is 1 min 2 is min 1. Dus i is dan min 1. En als i min 1 is, want x was 2, dan is 2 min 1 is dus het snijpunt van dit. Dus je weet nu dat hier, dit is het punt, even kijken, ik ga het even met rood doen. Dit is het punt 2 min 1. Dan heb je dus die vergelijkingen van die loadline heb je dus tegen elkaar gelijkgesteld. En dan krijg je dat punt, 2 min 1. En dat is het middelpunt van een cirkel. Dus die heb je nodig, want dat is het middelpunt van de cirkel. Oké, dus dan kun je eigenlijk al zeggen, de cirkel is x min 2, want dat is gewoon letterlijk hoe het werkt met een middelpunt. X min 2 in het kwadraat plus i plus 1 in het kwadraat is de straal. En de straal zou denken, hoe ga je die straal nou berekenen dan? Nou, de straal is heel simpel. Dat is de afstand vanaf dit middelpunt, 2 min 1, tot een willekeurig punt. Dat kan elk punt zijn. Dus ik heb dat niet berekend, maar wat je dan letterlijk doet, is je berekent de afstand tussen 2 min 1 en tussen 3, 2 bijvoorbeeld. En die afstand bereken je. Nou, de afstand tussen twee punten heb ik al vaker gedaan in deze presentatie. Dus dat is niet zo moeilijk. Dat kun je gewoon de afstand berekenen. Dat was met die wortel en dan x1 min x2 plus i1 min i2. En allemaal tussen haakjes. En nou, dan heb je een in kwadraat moet het nog. Die hele formule weet je. En dan heb je dus de afstand. Dus dan heb je de straal. En dan moet je dus niet, stel je voor je komt hier op afstand van 30 uit of zo. Dan moet je dus niet zeggen, oh is 30, maar dat is wel straal kwadraat. Dus dat is wel 900 dan. Want je moet wel straal in kwadraat doen. Dat is dan de vergelijking. Dus dan is dit bijvoorbeeld 900. Mocht hier 30 uitkomen bij de afstand tussen twee punten. Dan is dat dus 900. En dan heb je de vergelijking van de ongeschreven cirkel. Dus zo doe je de vergelijking van een ongeschreven cirkel met drie punten. Heel kort samengevat, je wilt van 2, want je kunt natuurlijk van 3, van A naar B, van B naar C, van C naar A. Je moet het in ieder geval voor 2 doen, moet je de vergelijking van de loadline opstellen. Maar die moet dan wel door het midden van die twee punten gaan. Dus dat ga je doen, je stelt de vergelijking van de loadline op, je zorgt dat die door het midden gaat, dus dan heb je een mooie vergelijking. En die stel je dan gelijk aan de andere vergelijking die je hebt gevonden, en dan kom je op dit snijpunt uit. En dat snijpunt heb je nodig, want dat is het middelpunt van de cirkel. Straal van de cirkel kun je dan vervolgens nog berekenen door vanaf dit punt naar een ander punt de afstand te berekenen. Dan heb je de straal. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is. En nou laten we naar het, volgens mij het laatste onderdeel gaan. Dat is het laatste stuk van dit hoofdstuk. Ik zei zo net de ongeschreven cirkel. Dit is de omgeschreven cirkel. Klein detail, maar ik denk ik kom het tegen, dus ik zeg het nog even. Maar dit is het laatste gedeelte. Het is dan wel een lastig gedeelte dit, dus let er even goed op. Wat gebeurt er als er een ingeschreven cirkel zit?
Je hebt hier een driehoek. En wat wil je aan nu eigenlijk berekenen aan het einde? Je wilt graag een cirkel. Ja, ik kan het niet zo heel goed tekenen hier. Maar een cirkel die zeg maar aan het midden van de drie zijden raakt, zeg maar. Dat wil je graag maken. Dus, nou, dat gaan we doen. Hoe doen we dat? We moeten bisectrices maken. Nou, wat zijn bisectrices? Dat zijn lijnen vanuit de hoek. Die zeg maar dat ding opflitst in twee gelijke hoeken. Dus ik vind het ook zelf ook een heel lastig onderdeel. Dus ik snapte alles, maar dit onderdeel vind ik lastig. Maar op zich, ik kan het op zich wel uitleggen. Hoe ga je bisectrices uitrekenen? Je hebt bijvoorbeeld hier drie punten. Je hebt hier gewoon een goede situatie. Je kan gewoon even goed naar kijken. En de bisectrice van B is simpel. Ik bedoel, dat is x is 0. Dat kan je zien. Want je weet dat deze driehoek gelijkzijdig is. Dus dan is die twee hoeken zijn gelijk. Dus dan weet je dat die bisectrice hier zo hup naar beneden gaat. Dus die is x is 0. Want het punt ligt op 0,4. Dus die bisectrice is x is 0. Dat kun je logisch redeneren. Maar nou wil je een bisectrice van een andere hoek hebben. Dus bijvoorbeeld van A wil je de bisectrice hebben. Wat je dan weer wilt, is je wilt graag weer een gelijkzijdige driehoek. Alleen dat heb je hier niet. Dat punt C ligt een beetje... Of die afstand van die is wat groter dan die. Of zoiets. Nee, dit is een gelijkbenige driehoek, sorry. Mijn fout, gelijkbenige driehoek. Vergeet dat ik heb gelijkbenige driehoek. Dus deze twee hoeken zijn gelijk. En dan is dus ook die bisectrice zo. Maar het is niet een gelijkzijdige driehoek. Dus deze zijde is anders dan deze hele zijde. AB is anders dan AC. Dus wat moet je doen? Je moet AB moet je berekenen. En die afstand moet je op AC moet je die doen. Dus je gaat de afstand van A naar B berekenen. En die afstand plak je hier zo heen. En dan heb je dus een gelijkzijdige driehoek. Dat is dat oranje en dat paarse. Dat is de gelijkzijdige driehoek. Vanuit daar kun je, vanuit hoek A, kun je weer een bisectrice lijn opstellen. Want, hoe stel je die groene lijn erop? Want die groene lijn is de bisectrice. Je wilt eerst die paarse lijn weten. Nou, die is niet zo moeilijk, want je kunt een hellingsgetal berekenen van 0,4 en 2,0. Dat punt dat jij berekend hebt nadat je die afstand gelijk hebt gemaakt. AB gelijk hebt gemaakt aan A, het punt. Niet aan AC, want AC is te ver, maar aan het punt. Dus heb je hier een gelijkzijdige driehoek. Van A naar B is dus een afstand. Maakt in principe niet zoveel uit. Het gaat meer om dat punt, dat je die weet. En dan kun je de richtingscoëfficiënt van weten. Dat is dus min 2, zoals je hier ziet. Die richtingscoëfficiënt heb je nodig, want je wilt uiteindelijk graag die groene richtingscoëfficiënt weten. Want die heb je nodig voor de bisectrice en gewoon om die vergelijking van die groene op te stellen. Dus dat doe je met m1 keer m2 is min 1, zoals we al heel vaak in deze presentatie hebben gedaan. En dan kom je dus op een richtingscoëfficiënt van 0,5. Dus die richtingscoëfficiënt van die groene lijn is 0,5. Dus de bisectrice kun je geven als i is 0,5x plus b. Dan vul je punt a in, want je weet zeker dat de punt a op de groene lijn ligt. Dan heb je dus i is 0,5x plus 1,5 krijg je dan als vergelijking van de bisectrice. En dan heb je dus twee vergelijkingen van de bisectrice. Ik vul hem even in, 2. Deze heb je en je hebt deze. Dus deze heb je berekend, deze heb je makkelijk geredeneerd, deze heb je berekend. Soms moet je gewoon 2 berekenen, dat kan ook. Je moet in ieder geval van 2 punten moet je de bisectrice berekenen. Nou, het is dus redelijk lastig, want je moet dus eerst moet je al de goede afstand zien te vinden. Je moet, dus dit is echt even last onder. Je moet je even goed naar kijken. Dit is echt niet zo makkelijk. Het ziet er misschien heel makkelijk uit in dit voorbeeld, maar als je dit zelf moet verzinnen is het best moeilijk. Maar wat ga je dan doen? Je gaat proberen om een loodlijn te stellen. Je gaat in ieder geval dat ding gelijk stellen. Dan ga je hier een lijn maken. Dan ga je daar een loodlijn van opstellen. En die loodlijn die heb je nodig, want dat is de bisectrice. Uit punt A. Want je moet natuurlijk wel hier twee dezelfde hoeken hebben. Dat is heel belangrijk. En die twee dezelfde hoeken die creëer je door deze afstand van deze en die lijn gelijk te maken. Dat doe je letterlijk en dan zijn die twee hoeken gelijk. Want een bisectrice moet je... Kun je alleen maar berekenen als je twee dezelfde hoeken hebt. Dus die twee dezelfde hoeken die maak je gelijk. Als die gelijk zijn, is het niet zo heel moeilijk meer. Want dan doe je, dan ga je letterlijk die vergelijking wil je dan opstellen. Dan denk je, dan kan ik beter eerst die paarse doen. Want die kan ik dus wel weten, die vergelijking. Kan je die weten, die paarse? Ja, want de richtingscoëfficiënt is min 2. En eigenlijk heb je meer niet nodig. Je hebt die vergelijking van die paarse niet nodig. Alleen je hebt de richtingscoëfficiënt nodig, want je wilt deze staat er loodrecht op. Dus die moet je zien te berekenen met de m1 keer m2 is min 1. En dan heb je dus de richtingscoëfficiënt is 0,5. Dus nog even heel kort samenvatten. Ja, ik kan het maar niet vaak genoeg zeggen. Je gaat dus eerst deze lijn ga je de richtingscoëfficiënt van berekenen. Dan ga je
de richtingscoëfficiënt van de bicentrice berekenen. En dan ga je nog even een puntje invullen en dan heb je de bicentrice lijn. Dus, dit is echt een lastig onderdeel. Ik hoop dat jullie dit snappen van de bicentrices. Je moet bij een bicentrice moet je dus eerst voor zorgen dat er twee dezelfde hoeken zijn. Nou, dat zijn hier zijn al twee dezelfde hoeken en dan kun je gewoon redeneren. Maar hier zijn er niet de twee dezelfde hoeken, dus dat moet je eerst even regelen. Dan moet je dus deze afstand moet je gelijk aan die afstand maken, dus dat is dat hier. En als je dat gedaan hebt, dan kun je met de vergelijking van de loadline weer, kun je stel even je bent op het toetsje en denkt van, hoe moet ik dan deze richtingscoëfficiënt weten? Want ik heb toch dit punt helemaal niet, of wel? Nee, ik heb dit punt niet. Maar je hebt wel een punt B en punt wat je gemaakt hebt. Want dat heb je gemaakt, het punt. Hoe je dat gemaakt hebt, ja, dat ga je. Je moet gewoon die afstand moet je daarheen doen. En dan weet je dat punt, weet je. Hier zit 5 verschil tussen. Nou, weet je, dat ga je maar een keer gewoon uitzoeken. Dat is heel niet lastig. Ja, je moet gewoon deze afstand berekenen. En die afstand moet dit ook zijn. Dus mensen die daar nog wat extra informatie over hebben in de comments, dat mag. Maar ik heb in ieder geval daar niet zo heel veel over te zeggen. Wat ik dan wel wil vertellen inderdaad, je hebt dan dit punt en je hebt dat punt. Dan kun je dus de richtingscoëfficiënt van de paarse lijn berekenen. En dan kun je de richtingscoëfficiënt van de groene lijn berekenen. Zo kun je de richtingscoëfficiënt van de groene lijn berekenen. En je hebt hier, je weet dat die groene lijn door punt A gaat. Dus dan heb je I is richtingscoëfficiënt X plus B. En die B kun je dan berekenen door punt A in te vullen. Want die weet je. En dan weet je zeker dat die daar doorheen gaat. Dus teken de situaties op je toets ook zeker weten. En redeneer van. Kijk op de toets van. Nou, hoe moet ik het doen? Ik wil graag de richtingscoëfficiënt. Ik wil graag die bicentrice weten. Hoe bereken ik die bicentrice? Ik moet de richtingscoëfficiënt weten. Dat is sowieso eerst. Je moet de richtingscoëfficiënt weten. Hoe doe je dat? Nou, je weet loodrecht. En loodrecht weet je deze regel voor. Dus dan weet je van. Oké, als ik deze richtingscoëfficiënt weet. En die weet je, want die kan je berekenen. Met delta. I gedeeld door delta x. Zeg ik dat goed? Ja, volgens mij wel. En dan kun je dus die richtingscoëfficiënt kun je berekenen. En met dan dit verhaal kun je dan deze richtingscoëfficiënt berekenen. Die groene lijn. En dan kun je dat punt nog invullen. En dan heb je de vergelijking. En dan moet je de bicentrices moet je snijden. En dan krijg je een middenpunt van de cirkel. Van de ingeschreven cirkel. En de straal is de afstand van het middelpunt tot de zijde. Dat is ook wel heel belangrijk even. De straal is de afstand van het middelpunt. Dus dit punt, waar de bicentrices elkaar snijden, tot de zijde. En waar is dit punt? Ja, dat is bij het midden. Dus dan moet je eerst het midden van punt A en B berekenen. En dan kun je van dit punt, want dit punt heb je als goed is berekend. Dat is dit, dat is M. En dat andere punt moet je nog even berekenen. Nou, er komt ook iets uit. Vraagteken, komma vraagteken. En die afstand moet je berekenen. Dus dan moet je nog een keer de afstand wortel, bla 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 bla. De afstand tussen dit punt en dat punt. En die afstand is een straal. Dus dan kun je een heel vergelijking opstellen. Je weet het middelpunt. Je kunt x min vraagteken in kwadraat plus i min vraagteken in kwadraat is r kwadraat. Dan moet je dus die straal die je hebt gevonden natuurlijk nog wel kwadrateren. En dan heb je de r kwadraat. En dan weet je precies wat in de middelpuntvergelijking moet staan. Zo, dit was de hele verhaal, de hele rits van alles. Mocht je nou iets niet snappen, bekijk dan even stukjes weer terug. Het is allemaal opgenomen, gelukkig. Ik heb echt wel iets meer dan een uur zitten opnemen. Maar het is een uur, is het wel. Er zit heel veel informatie in, maar het is wel nuttig, denk ik. Om dit gewoon even goed te bekijken. En desnoods doe je het voor je eindexamen of voor je toets. Whatever. Zo werkt het. En als je nog vragen hebt, dan kun je dat in de reacties achterlaten. Mocht je nog dingen hebben van dat ik fout heb gedaan, natuurlijk kan dat. Ik ben een mens, die maak ook fouten. Ja, natuurlijk. Dan in principe is het de goede manier die ik doe. Alleen natuurlijk maak ik rekenfoutjes en misschien kleine dingen die ik fout doe. Zet het in de reacties ook. En zet ook even de reacties als je hier iets aan gehad hebt. Want het is nu 11 uur en ik heb er behoorlijk werk van gehad met hem op te nemen. In ieder geval, ik heb het ook in heel veel delen opgenomen. Ik ga het nog bewerken en alles. Maar in ieder geval, bedankt voor het kijken. En dit waren het hoofdstuk over cirkels. Dus doei doei.